In dit recept wordt de kabeljauw gegaard in de oven en geserveerd met een heerlijke shiitake-saus. Dit gerecht is lekker bij bijvoorbeeld aardappelpuree. Allereerst smelt je daarvoor de helft van de boter in een pan. We gaan er de sjalotten bij en de prei. En dat bak je dan op laag vuur. Wanneer de groenten zacht zijn geworden, maar nog niet bruin, dan schep je die weer uit de pan. En die doe je dan in een ovenschaal. In de overige boter bak je dan de shiitake. Let er wel op dat dan de boter niet meer schuimt. Dat doe je gedurende 1 minuut op hoog vuur. Dan gaat daar de witte wijn bij, melk en room. Breng van smaak met peper en zout. En wanneer het aan de kook is gebracht, voeg je daar dan de nootmuskaat aan toe. En dat laat je dan rustig inkoken, tot die tot de helft is gereduceerd. Dan dep je de kabeljauwfilets droog. Verwijder natuurlijk eventuele graten. En bestrooi met peper en zout en besprenkel met citroensap. Dan leg je de kabeljauwfilet op het bedje van prei. Dan gaan de shiitakes overheen. Dan rasp je flink veel kaas over. Dat dek je af. En dan zet je dan gedurende 20 minuten in de oven op 200 graden. Zoals gezegd, heerlijk met aardappelpuree. Eet smakelijk!